Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Deze kleine vent is al wakker. Die was al op tijd wakker, want die heeft vannacht gewoon goed geslapen. Maar er zijn er nog twee die nog slapen. Het is 9:15. Maar vannacht heeft Jordi heeft gespookt. Dus die laat ik nog heel even liggen. Maar ik ga eerst Sam wakker maken. Ben je wel al wakker? Ik dacht dat jij nog sliep. Ben je echt net pas wakker? Goedemorgen. Goedemorgen, vent. Nou, Jordi heb ik helemaal snotvrij gemaakt. En die is nu zijn fles aan het drinken. Je hebt wel veel kracht nodig hoor, om hem snotvrij te krijgen. Maar ja, ik ga eventjes Dikkie Dik wakker maken. Sammy. Sammy. Goedemorgen, Sammy. Goedemorgen. Goedemorgen, kleine Dikkie Dik. Goedemorgen. Hi. Hallo. Goedemorgen, schatje patatje. Hi. Ja, mama haalt jou eruit. Nou, die is ook wakker. En ik ga hem lekker zijn flesje geven. Ons lekker mopkuntje. Wat waren de twee oudste jongens vandaag toch vervelend. En bovenop alles heb ik ook last van hooikoorts. Mijn ogen jeuken als de pest. Ik weet niet of je... Oh, het jeukt allemaal zo erg. Nou ja, ik weet het, je mag er niet in wrijven, maar ik doe het toch. Maar die twee oudsten liggen nu in bed. Ik heb Sam de fles gegeven, ik had alles tegelijk. Die kinderen die naar bed wilden. Liam die verveelde. Jordi die verveelde. Liam die zijn fles niet wou drinken. Oké, prima, wil je niks drinken? Oké, dan ga je maar lekker naar bed. Ze krijgen genoeg te drinken. Dus ik maak mijn eigen daar niet eens meer druk om. Als hij daadwerkelijk dorst heeft, dan drinkt hij na zijn slaapje wel weer. Sammetje die ligt nou lekker daar. Ik lig heel even op de bank, even tranquilo of hoe je dat ook noemt. En ik ga zo dadelijk heel eventjes opruimen en vast aan het eten beginnen. En... Ik zeg het niet snel, je klaagt altijd, iedereen klaagt altijd over het weer. Maar met dit weer, ik kan niet. Nee, dit weer is niks voor mij. Nee. Ik ben in slaap gevallen net na het eten. En Niels die heeft Liam gedaan. Die heeft net Jordi gedaan. Op Jordi de bolletje, allebei. Twee man in de hoogte. Twee man Jordi's, hè? Zij. Zo gaat onze Jordi voorbij. Ei, ei. Lekker op papa's buik trommelen. Goedemorgen. Gisteravond zei ik tegen Niels, ik zeg volgens mij, ik heb ook wel last van hooikoorts, maar volgens mij zit er ook een verkoudheidje tussen. Ik zeg, en volgens mij heeft Jordi dat ook, dus zowel hooikoorts als verkoudheid. En de reden dat ik erachter kwam was dat gisteravond de deur heeft opengestaan. En hij nog erger aan het snotteren was dan dat hij deed, want ik hou tot nu toe alles... Ja, niet potdicht, maar ik hou het wel grotendeels dicht. En ja, dus
Ik heb last van lichte vorm van hooikoorts. Jordi heeft wel erg hoor. Maar ik zou ook tegen hem zeggen, het begint een beetje te... Ik denk bij mij, en Niels zei, ja, ik heb het eigenlijk ook wel. Dus hij heeft voor de zekerheid toch een sneltest gedaan. Of een zelftest, of hoe noem je dat? Hij kwam natuurlijk niks uit, dus het is gewoon een verkoudheidje. Maar wel bij Jordi, mij en Niels met hooikoortsklachten erbij. En Liam die begint nu ook klachten te krijgen en Sammy ook. Dus het is bij Jordi sowieso een combinatie van hoor. Ik denk dat bij Jordi zo is gebeurd dat hij door zijn hooikoorts al een mindere weerstand had. En dat hij het zo binnen heeft gebracht. En dan zeggen ze dat kinderen hun ouders niet kunnen besmetten. Nou, ik heb het toch echt van Jordi gekregen hoor. Want ik had nergens last van qua verkoudheid. En nu wel. En Jordi is toch wel even aan de gang. Dus ja, dat dus. Ik heb het fruitje bij de kindjes erin zitten. Sam zal zo wel komen voor zijn flesje. En Jordi had Liam gebeten. Ja, ter verdediging van Jordi. Liam was hem al meer dan een uur aan het vervelen. En toen had Jordi hem gebeten. Laten we kijken. Jordi had hier gebeten, hè? Nee. Jordi had hier gebeten, hè? Daar zo. Dus ik kon tandjes tellen. Ja. Jordi heeft op zijn donder gehad. En die wist ook heel goed waarom hij op zijn donder kreeg. Hij is daarna ook sorry tegen Liam gaan zeggen op de Jordi manier. Dat betekent dan een aai over zijn rug heen. Zo van, oké, ik had het niet mogen doen. Dus dat is dan wel weer netjes van Jordi. Maar aan de andere kant, hij mag niet bijten. Maar ik snap wel dat hij het deed. Want ja, hij was ook echt al een uur aan het vervelen. Gewoon echt bloed onder je nagels uit aan het halen. Dat was hij bij mij namelijk ook. Dus ik snap het wel. Maar goed is het niet. Dus ja. Dat hebben we ook weer overleefd. Ik heb gekoeld bij Liam. En ik let op hoe het zich ontwikkelt. En ja, het is gewoon even kijken. Ach ja. Ik ben er moe van. Nou, de snotneus bende hier. Daar slaapt alleen Liam van. Jordi wil niet slapen. En ik zit heel eventjes op de bank nu. Jordi zit gewoon te spelen in de box. En Sammetje die ligt hier lekker in zijn wipstoel. En ik heb net even gegeten eindelijk, want ik had er geen tijd voor met die heren hier. En dan ga ik dadelijk het eten maar smaken voor vanavond. En deze kleine dwerg is wakker. Wel. Ma. Ja. En die andere grote dwerg, die is ook nog wakker. Die is lekker zijn ranjaatje aan het drinken. En die andere kleinste dwerg, die ligt voor Pampus. En ik had de waaier neergezet. Het is niet te harde hier. Wil je ook wat drinken? Gaan we voor jou drinken pakken? Zullen we lekker drinkje drinken? Huh? Zo zeg maar je been. Je been ziet er zo uit. Dus er zit verbetering in. Yep. Ik heb net voor 2 dagen eten gekookt. Vandaag eten we kufta, zoiets. Zo'n pak in ieder geval. En morgen eten we, ik noem het van vroeger uit jachtschotel, heb ik vanuit mijn moeder meegekregen. Dus dat eten we morgen, dat heb ik ook klaargemaakt, zodat ik morgen niet hoef te koken. En Jordi is nog steeds wakker.
Die zit in zijn sas. En Liam, die is Eli aan het doen. Ik word moe van dat gelicht van hem. En Sam ligt hier voor me. Nu moet ik nog even wachten op Niels totdat hij thuis is en dan kunnen we gaan eten. En toen was dat weer de volgende dag. Ik heb gisteravond de kindjes nog in bad gedaan. Of in de douche. En daarna zijn de kindjes naar bed gegaan. En toen hadden we een huilmoment van Sam. En op een gegeven moment was ik zo moe dat Niels tegen mij zei, ga maar lekker naar bed toe. Want ja, toen ben ik naar bed gegaan en ik lag eigenlijk zo te slapen. Tot vanochtend vroeg. Niels heeft gisteravond dus nog Sam gedaan. En daarna is hij ook naar bed gekomen. Oh, en hij heeft rolgordijnen die ik had besteld, heeft hij aan de achterkant toch maar eens opgehangen. Want ik word helemaal gek van die zon. En dat het hier zo snikheet is. Ik zeg tegen Niels ook, ik zeg, krijg je niet... Nee. Ik zeg, dit is niet fijn. Dus hij heeft die opgehangen. Dus dan kan ik de zon buiten houden. Maar goed, ik ga deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.